Goedendag, kijk naar de weerswachting van weerplaza.nl. We beginnen met de weerssituatie van vanochtend 8 uur. De zwaarste buien trokken toen via het noorden van het land geleidelijk weg. En als je goed kijkt zie je alweer een nieuw laaggedrukgebied liggen boven het westen van Frankrijk. En daar ten westen van bevonden zich dan ook alweer nieuwe buien. Dat heeft te maken met een koufront dat ongeveer daar lag. En een warmtefront wat die kant op lag. En in die warme lucht kunnen steeds weer hele zware buien ontstaan. Doordat de temperatuur hoog is en de lucht heel vochtig is. Als we dit nou in beweging zetten, dan zien we dat er nieuwe buien naderen. Dit is vanavond rond een uur of vijf. En dat die daarna over het land trekken en dat het hele zware buien kunnen zijn. Ging allemaal heel snel, dat snap ik. Maar het belangrijkste is even het lage drukgebied. Want dat ligt in de loop van de nacht niet meer boven het westen van Frankrijk, maar ten noorden van ons. En daardoor gaat de wind richting draaien krijgen te maken met een wind vanuit het noorden tot noordwesten en daardoor wordt de warme lucht verdreven en krijgen we te maken met koelere lucht en dat zorgt ervoor dat we vanaf morgen totaal ander weer hebben dan de weersituatie van dit moment. Om half drie bevond zich een hele zware bui in de buurt van Gent, tussen Gent en ten zuiden van uh, Brussel. En die hele zware bui, ja, die komt langzaam onze kant op, gaat uh, in de loop van de namiddag en avond um, ons land bereiken en uh, zal dan uh, geleidelijk uh, richting het oosten en noorden trekken. En op dit moment is het nog een hele gevaarlijke bui, met 350 bliksemontladingen per minuut maar liefst. En daardoor zijn er ook hele. Zware windstoten mogelijk, grote hagelstenen en zware regenval. Nou, of deze bui het tot aan Groningen vol gaat houden, is dus even afwachten. Die kans is vrij klein. Maar in de tussentijd kunnen er wel weer nieuwe buien ontstaan. Dus vanavond en vannacht moeten we rekening houden met zware regen- en En de meest waarschijnlijke koers is vanuit het zuidwesten van Nederland naar het midden en dan naar het oosten en noorden. Ik denk dat het in Limburg allemaal wel mee zal vallen. Temperaturen in het oosten nog voorlopig nog warm vanavond, maar uiteindelijk gaat het kwik overal naar beneden als die buien passeren. En we zien hier ook al de Noordwestenwind op de kaart staan, die komt aan het einde van de avond en dan begint het weerbeeld te verbeteren. Zo noem ik het dan toch maar even, want komende nacht zijn we af van de regen, of tenminste van de zware regenval en het onweer, en dan hebben we hooguit nog normale regenbuien. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 16. En morgen overdag komen er dan geleidelijk opklaringen. In de ochtend is het vooral inwaarts nog lang bewolkt. Maar in de middag winnen de opklaringen steeds meer terrein en zien steeds vaker de zon doorbreken. 17 graden in de kop van Noord-Holland en 19 à 20 graden wordt het in het binnenland. De wind uit het westen windkracht 4 tot 5. Kijken we dan naar de rest van de week. Dan zien we woensdag, donderdag en vrijdag min of meer dezelfde weersymbolen staan, oftewel een wolk met de zon, en af en toe vallen daar ook druppels uit. Er vallen enkele buien. Vooral woensdag zijn er ook flinke perioden met zon bij. Donderdag en vrijdag iets minder zon. Maar elke dag zien we de zon, zien we ook stapelwolken. En er kunnen één of meerdere buien vallen. Met de wind uit het westen en later noorden blijven de temperaturen laag voor de tijd van het jaar. Het is zo'n 17 à 18 graden. En zien we dan nog enige herstel? Nee, dat laat deze grafiek duidelijk zien. Voorlopig temperaturen onder de 20 graden. En pas in de loop van volgende week, misschien weer wat oplopend. Dat is allemaal nog ver weg. Vandaag dus de laatste zomerse dag. Morgen begint toevallig ook de meteorologische herfst. Dus wat dat betreft loopt alles precies volgens schema. Wees voorzichtig vanavond en tot morgen.